Van harte welkom bij dit webinar van Dorme Pramet, uw totaalleverancier van verspanende gereedschappen. Dit webinar is een live-opname, gepresenteerd door een van onze technische specialisten. Ze zijn onderdeel van een serie die stap voor stap wordt uitgebreid, dus houd ons YouTube-kanaal in de gaten. De doelgroep die we bij deze webinars voor ogen hebben zijn de gebruikers van onze gereedschappen en onze distributeurs. Maar natuurlijk is iedere belangstellende welkom om kennis te nemen van wat Dorme Pramet te bieden heeft. Binnen Dorme Pramet wordt iedere presentatie zowel intern als extern gestart met het benadrukken dat de fysieke en de mentale veiligheid en gezondheid van onze medewerkers en klanten altijd topprioriteit heeft. Onze doelstelling is dat er geen schade berokkend mag worden aan onze mensen, de omgeving waarin we onze werkzaamheden verrichten, noch aan onze klanten of onze leveranciers. Graag stellen we u voor aan een aantal van onze collega's van het verkoopteam in de Benelux. Onze technische adviseurs zijn er voor advies en ondersteuning in het veld. Op onze website vindt u welk verkoopgebied zij verantwoordelijk voor zijn en op wie u dus een beroep kunt doen. Onze mensen in de binnendienst zijn er om onze klanten te voorzien van alle gewenste informatie rond het bestel- en leveringsproces. Ook zult u hen vaak voorbij zien komen bij een bezoek aan onze webshop en kunt u direct een chatgesprek met hen starten. Boren is in principe de meest toegepaste verspanende bewerking in de gemiddelde werkplaats. Naar schatting wordt ongeveer 36% van alle machineuren en ongeveer 40% van de CNC-machineuren besteed aan het maken van gaten. Daarentegen wordt er aan draaien ongeveer 25% tijd besteed, 26% voor frezen. En dan moeten we uitgaan dat het meeste spaanvolume wordt gedaan door boren. Maar uiteindelijk is het 60% van alle verspaande bewerkingen, met het volume wat verspaand wordt, komt door het boren. Dus het is natuurlijk een belangrijk onderdeel van de productie. Als je een goede keus maakt voor een boor met hoge boorprestaties, dus een hoog spaanvolume, kan je daardoor de tijd aanzienlijk verkorten, productietijd verminderen en ook verlaagd worden, de kosten verlaagd worden. Dus eerst even een kleine analyse. Het zijn best wel veel slides die ik wil laten zien. Maar ik probeer het allemaal kort en bondig te houden. En als er meer vragen zijn, dan kunt u altijd weer terecht bij een van onze vertegenwoordigers. Tot en met 12 mm zijn dat de kleinere diameters. Dat zijn voornamelijk de HSS en de... Ik zal even een pointer aanzetten. De HSS en de volhardmetaalboren zijn op zich een economische oplossing. Omdat ze relatief voordelig zijn. En ook nauwkeurige gaten kunnen boren. Dat kan je ook hier zien hier aan deze chart hier. Is dat de gattolerantie die behaald kan worden. Dan zie je dat het met de HSS boren en volhardmetaal boren een hoge tolerantie behaald kan worden. En daarbij ook nog eens een keer, als je kijkt naar de voeding van de boor in millimeters per omwenteling, dat je er ook nog een hele hoge voeding mee kan bereiken. Dat is in een range tot en met 12 mm. Dan heb je nog een range van 12 tot 30 mm. In deze analyse is dan meegenomen welke boren daarin toegepast worden. Dat zijn eigenlijk is het middensegment zo'n beetje. En eigenlijk is daar dat is echt de range waar de boren met verwisselbare hardmetaal boorkop, zoals de Hydra, het best in presteren en het meest economisch zijn. Daarnaast hebben we nog een hele grote range aan wisselplaatboren. Van 30 tot 60, ik weet dat er ook wel boren zijn van 70 mm. En dan praten we over wisselplaatboren, ook wel U-boren genoemd. De U-boren en wisselplaatboren hebben natuurlijk een voordeel dat ze wisselplaten hebben. Dit zijn de U-boren. Dat ze wisselplaten hebben en zoals je kan zien kan je deze, als het vierkante wisselplaten zijn, kan je die vier keer ronddraaien. Op zich is het een economische oplossing. Maar daarentegen zijn ze niet echt heel erg productiegericht, we zeggen met de hogere productiviteit. Dat komt omdat ze eigenlijk een lagere voedingssnelheden hebben. De gattolerantie is niet echt heel nauwkeurig en ook de oppervlakteafwerking niet.
Dus als je wel de lichten wil verspanen, dan kan het zeker wel met een wisselplaatboor, met een U-boor. Maar wil je echt effectief gaan verspanen, dan moet je wel denken aan type boren zoals met de Hydra. Nou, dit is het gebied van de Hydra. Dan zie je ook hier het grote gebied wat hij overlapt. Met een gat nauwkeurig uit tot ongeveer 25.000ste millimeter. Dus een vrij hoge gatnauwkeurigheid. Maar ook natuurlijk de enorme, zeker bij de grotere diermeester, enorme voeding. En die voedingssnelheid, die maakt heel veel uit in combinatie met de penetratierate, zoals we dat noemen. In ieder geval met de snelheid waarbij je het materiaal ingaat. Even het verschil tussen de Hydra en de verharpentaalboor. Een verharpentaalboor heeft een M6 tolerantie. Daarmee kan je een H8 tolerantie boren. Dus een grote H8, een gattolerantie. En met de Hydra is dat net iets minder. Dan zou je moeten denken aan een tolerantie van ongeveer plus minus 2500ste. Dus die boort eigenlijk net iets kleiner, waarmee je ook rekening mee moet houden. Als je een gat gaat boren, een voorboorgat om te tappen, dat je daarvoor een 1 of 2 tiende millimeter grotere boorkop neemt van Hydra. Hier een uitleg over het systeem van de Hydra. Ik begin even met de harpentaalkop. De harpentaalkop zie je, die heeft twee montagegaten voor twee schroeven. De geometrie is een splitpoint met een S-vormige dwarssnijkant. Dat is om de verspaningskrachten te verlagen, een hogere voedingssnelheid te creëren en ook om een goede gattolerantie te maken. We hebben daar drie verschillende materiaalspecifieke geometrieën in. Die zal ik later nog een keer behandelen. Hier een zijaanzicht van de harpentale boorpunt. Je ziet hier ook al iets van de vertanding. Die vertanding zien we ook hier op de boor. Kop, het van het boorlichaam, de vertanding en natuurlijk ook hier op de boorkop zelf de detail. Het unieke van deze geslepen vertanding is dat je eigenlijk twee zaken in elkaar, bij elkaar telt die je in één keer goed kan doen. Dat is een uitstekende positionering en ook het meenemen van de boorkop tijdens het boren. Dus zeg maar de radiale boorkrachten neemt hij op en hij heeft ook een hele nauwkeurige positioneringsnauwkeurigheid. Hij is eenvoudig verwisselbaar, dat wil zeggen je hoeft niet de boor uit de boorkop te halen. Je kan hem eigenlijk met twee schroeven kan je hem losdraaien en je kan je boorkop vervangen. Het is een betrouwbare bevestiging, heeft inwendig koelkanalen. En heeft een heel sterk stabiel ontwerp dat het nodig is bij het verspanen met hoge voeding. Hier hebben we een overzicht van het levingsprogramma. Ik wil even beginnen hier met onderaan hebben we nog een keer nog iets beter in beeld de vertanding van de boorpunten aan de achterzijde. Deze is dan voor een P, een M of een K materiaalgroep. Dus met andere woorden staal, roestvrijstaal of gietijzer. En de uitwisselbaarheid van de boorkoppen met dezelfde diameter, met de gelijke diameter. Die passen dan ook allemaal op het bijbehorende boorlichaam. Dus elke diameter past op elk boorlichaam van de verschillende lengtes aan boorlichamen. Dan zie je ook dat de 12 van D, dat is ook een exceptioneel lange boor. Daarmee heeft een bereik van 14 tot 25 mm. Dus zijn die verschillende diameters leverbaar. Dan hebben we een 8 x D metrisch van 14 tot 42,5. Een metrische uitvoering van 5 x D van 12 tot 42,5. Een 3 x D uitvoering ook. En een 1,5 x D boor van 12 tot 30 mm. Dan over de boorkoppen zelf. De harpentaal boorkoppen, de R59 type, heeft een bereik, een range zeg maar, van 12 tot 42 mm. En is met name geschikt voor staal en gietijzer. En ook min of meer te gebruiken op roestvrijstaal.
De R69 heeft een bereik van 12 tot 30,5 mm. Is uitstekend geschikt voor roestvrij staalsoorten, met name de austenitische roestvrij staalsoorten. En ook in de zachtere staalsoorten zoals S355 of S235. Dat zijn de zachtere staalconstructiestaalsoorten die ook baat hebben bij een scherpe geometrie en een lichte verspaning. Even hier nog bij zeggen dat er in de K-kwaliteit, dus voor gietijzer en voor hittebestendige materialen, staat hier een half zwart blokje. Dat houdt in dat ze daar geschikt voor zijn, maar niet zeg maar de eerste keus zouden zijn, maar wel goed gebruikt kunnen worden voor een productie. De R79 is een boorkop van 12 tot 42 mm. En wel specifiek geschikt voor roestvrij staalsoorten. Dan komen we hier al bij de boor bodies aan, de boor lichamen zoals we ook wel kunnen noemen. Dus ik zal van elke type even een paar punten eruit halen. Wat hier de namen goed te zien is. Wat hier namelijk goed te zien is, dat zijn de inwendige koelkanalen. Hier zie je de inwendige koelkanalen die uit het boorlichaam komen, uit de boorbody. En die lopen in één stuk door in een opening in de volharpetaal boorkop. Zodat de koelvloeistof ongehinderd bij de snijkant kan komen. Verder heeft deze 1,5 D boor ruime spaangroeven en een flens. En die flens is ervoor om hem ook beter te bevestigen in een gereedschap houden. De range is inderdaad 12 tot 30 mm. De H851 die wordt met name gebruikt voor het gewoon een korte gaten te boren, maar ook voor als een pilotboor voor de 8 en de 12 D boorbodies. Hier hebben we drie lengtes bij elkaar. Dat zijn drie verschillende lengtes natuurlijk. De 3D, de 5D en de 8D boorbody. Wat hier in ieder geval opvallend is, dat ze inderdaad een cilindrische schacht hebben met een wisselnots. En die wisselnots die loopt schuin af. Dat is ook om te voorkomen dat de boor naar achter wordt gedrukt als die in de gereedschaphouder wordt opgenomen. Nou, verder heb je natuurlijk een nikkelgecoat oppervlak. Dat is natuurlijk om de body te beschermen. En ook om de spaangroeven mooi glad te houden voor een soepele, snelle spaanafvoer. Dan hebben we de langste uit de familie. Dat is de 12D-boor. En de 12D-boor, die, zoals hier ook in het icoontje staat, die heeft in dit geval een ronde schacht. Je ziet hem staan met een ronde schacht. Met een flens. Voor de rest wat opvalt is natuurlijk dat hij een gespiraliseerde spaangroef heeft. Om natuurlijk vanuit het diepe gat het materiaal verder te brengen. Het geboorde gat uit. Er zijn twee types, de 1,5D en de 12D boren, die hebben een specifieke flens. Daarbij heeft de korte boor, de 1,5D boor, die heeft een recht opspanvlak. En de andere boor, de 12D boor, die heeft een cilindrische opname. Even over de verduidelijking van dit plaatje. Hier ziet u inderdaad dat het een gereedschaphouder is. Dat is gewoon eigenlijk een soort 2x2D tekening. En als je dan hier kijkt naar waar de boor aan de boor is eigenlijk een soort 3D tekening, een afbeelding, zodat je kunt zien dat hier in het materiaal zit. Maar door de axiale verspanningskrachten die ontstaan tijdens het boren, die kunnen ook best wel heftig zijn,
dan zou het kunnen zijn dat de boorhouder gaat verschuiven. We hebben al laten zien dat het niet altijd een gewone zaak is, maar wel in de uitzonderlijke zaken. Maar bij het nieuwe ontwerp van de 12D hebben we dan besloten om daar een cilindrische flens op te maken. Met een cilindrisch gat, een cilindrische opname. Om de axiale krachten op te vangen en te voorkomen dat het eventueel de houder zou beschadigen. Of dat uiteindelijk de boor toch naar achter schuift en het geboorde gat niet diep genoeg is. Nou, hier even een paar punten van de verschillende boortypes. De boorpuntgeometrieën zie je inderdaad dat die geschikt is voor staal, roestvrijstaal en gietijzer. Dat is de R59. Heeft een bereik van 12 tot 42 mm met allerlei tussenmaten oplopend 10 dus een halve millimeter voorboorddiameters. Wat je hier kan zien is dat hij een viervlakse spitspoint heeft. Hier zit inderdaad ook de koelvloeistofuitsparing. Dat kun je ook hier goed zien. Een speciale snijkansbehandeling om het materiaal goed te snijden. Dit is de R69. Dat is een specifieke geometrie voor roestvrijstaalsoorten. Vandaar dat hij ook behalve een S-vorm viervlak splitpoint heeft, ook een overlappend uitgedund is. Waardoor die, en een grote dwarssnijkant. Hierdoor verspaalt hij lichter en beter dan de andere boortypes. Vandaar dat hij uitstekend geschikt is voor roestvrijstaalsoorten en voor zachte materialen. En met name is dat bedoeld ook om minder warmteontwikkeling te krijgen. Waardoor ook minder warmtehardheid ontstaat tijdens het boorproces. De dwarssnijkant is ongeveer 10 graden groter dan in vergelijking met een R59. En is inderdaad om de voedingskracht te verlagen. Dus de zachte staalsoorten die je hiermee kan boren. Wat ook al wordt toegepast bij boorzaagstraten. Is dan toch ook... de R69 en de materialen die daar vaak worden gebruikt is de S235 en de S355, dus de zachtere staalsoorten. Dan een speciale uitvoering voor gietijzer. In sommige situaties kan dit ook best goed doen op gewone staalsoorten, maar ja, dan zie je ook dat hij daar een sterkere geometrie nodig heeft voor het harde gietijzer. Hij heeft daardoor een 45 graden hoekafschuining. En die is eigenlijk specifiek om het aan de bramen te verminderen bij de uitgang van het geboorde gat. En ook voor een langere levensduur, dat hij daardoor ook op de hoek versterkt is. Je ziet ook hier staan een versterkte uitvoering van de hoeksnijkant. Er zijn nog een aantal belangrijke aandachtspunten. Er staat hierbij, wat moet je controleren wanneer je met de Hydra boort? Nou, dat is niet alleen met de Hydra, het is met heel veel andere type boren. Is het belangrijk om te weten hoe een stuk gereedschap reageert en wat een gereedschap nodig heeft. Ik zal eens even... wil ik even uitlichten dat je in dit geval... Hier heb je ook dat je... altijd voor moet zorgen dat de lengte van de spaangroef voldoende is voor de boordiepte. Hou gewoon 1,5 D lengte over voor de spanen voor. Je kunt ook zien hier dat dit minimaal 1,5 D is, waardoor er genoeg ruimte is om de spaan af te voeren. Gebruik ook altijd de hittebestendige pasta. Dit omdat de schroeven een heel belangrijk punt is in de constructie van de Hydra en in elk gereedschap. Wil je voorkomen dat de temperaturen te hoog worden en als daardoor de bouten uittrekken en weer krimpen, daardoor los kunnen gaan zitten of in een ander geval, als ze oververhit raken, dat ze gaan vastkleven. Met deze temperatuurbestendige pasta kan je dat voorkomen dat de
dat ze gaan vastzitten en dat je er moeite mee hebt om ze los te krijgen. Maar het belangrijkste punt is eigenlijk, controleer eigenlijk altijd de koervloeistofdruk en hoeveelheid. Omdat je hiermee ook de temperaturen van de boorpunt kunt beïnvloeden en ook dus, dat ze niet te heet worden. Ten eerste gaat het over het koervloeistofvolume in liters per minuut. Hier horizontaal zie je dan de boordiameter. Dus dan zie je ook dat bij een kleinere diameter de koervloeistofvolume best klein mag zijn. Ze hebben tussen de 5 en de 10 liter per minuut. Ga je naar een grotere diameter toe, in dit geval als voorbeeld 40 mm, dan moet je al gauw zitten aan tussen de 30 en de 40 liter per minuut. Aan de andere kant, dat kun je hier weer zien, dit is ook weer de hele range van 10 tot 40 mm diameter. Dan zie je ook als je een kleine diameter hebt, dan juist vraagt een boor een hoge koelvloeistofdruk om door de kleine koelvloeistofgaatjes te transporteren. De meeste CNC-machines hebben tegenwoordig wel 10 tot 15 bar koelvloeistofdruk. Veel al 20 is ook al standaard tegenwoordig. Dus dat zit over het algemeen wel goed. Maar je ziet dan ook, als je inderdaad grotere diameters hebt, dan wordt de koelvloeistofdruk eigenlijk veel minder belangrijk. Maar dan gaat wel weer het volume weer spelen. Dan heb je gewoon een veel grotere pompopbrengst nodig. Wat is nog meer belangrijk als je een boorpunt gaat vervangen of gaat monteren? Zorg er altijd voor dat de boorkop correct op de body gemonteerd is. Dat begint al natuurlijk om er met een luchtpistool schoon te spuiten. Je kan hem ook nog even naborsten met een nylon borstel om te voorkomen dat er nog kleine deeltjes achterblijven. Vervolgens monteer je de boorkop met de twee schroeven. Je draait ze even licht aan. En daarna met het juiste draaimoment, zoals ze ook in vermeld staan in onze brochure, draai je de boorpunten vast. Wat kan opvallen, maar wat niet erg is, er kan hier onderin een kleine spleet zitten. Dat is niet dat hij dan niet goed aansluit, maar dat is eigenlijk normaal bij dit systeem. Hij zit vast op een spiraal, groef. Vertanding moet ik zeggen, sorry. En daar steunt je op. Zoals we eerder verteld hebben, past op elke boorbody meerdere diameters boorkoppen. Ik zal even als voorbeeld noemen, we hebben een boorbody van 20 mm en er passen boorpunten op van 19,6 tot 20,5 mm. Ik leg het even uit om even duidelijk te maken dat de boorpunt heel belangrijk is, ook voor de geleiding in dit gedeelte. Daarmee geleid je ook in de boor. Op het moment dat je uit die geleiding gaat, dus dat de boorbody eigenlijk los van het materiaal is, los van het gat, dan kan er vibratie ontstaan. Dus door de G-geleiding ontstaat vibratie en krijg je minder glad oppervlak. Daarnaast bestaat het gevaar dat door die trilling bij het uitstekende randje schade kan ontstaan. Vandaar is ons advies een goede raad om te voorkomen dat de boorkop helemaal uit het gat boort. Maar dat in feite, als je eenmaal door het gat heen is op dit punt, dat je, je hebt een kleine range hier waar je in kan bewegen. Maar dat je zeker niet voor dat punt komt. En na het doorkomen dus, boor met de boorkop niet voorbij punt 1. Ja, je mag ietsje daar voorbij boren. Maar trek terug in deze fase de boor. Zoals je hier kan zien is een goede ondersteuning nodig, want er ontstaan heel veel axiale krachten tijdens het boorproces. Dat kan het voorkomen als je niet goed ondersteunt, zodat het materiaal heel ver doorveert. Niet alleen omdat het niet sterk genoeg is of zo, maar omdat het misschien dunne plaat is. Dan kan het natuurlijk voorkomen dat hij gaat trillen en dat hij niet solide boort.
Het kan ook zelfs zijn dat hij daardoor terugschiet bij doorkomen en dan de boorkop en de punt kan beschadigen. Dus om dat te voorkomen is ons advies, zorg ervoor dat het te boren product altijd goed ondersteund wordt. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld warmtewisselaars, bij die tussenschotten boren. Dat je gestapelde platen gaat boren, die moeten vooral goed ondersteund worden. En zo dicht mogelijk bij het boorgebied moeten dan ondersteund worden. Daarnaast neem altijd voorbereidingen als je op een schuim oppervlak gaat boren. Dat houdt in, is je oppervlak van je te boren gat, staat je onder een hoek van minder dan 5 graden. Dan, als je dat hebt bekeken, dan moet je de voeding, de boorvoeding, reduceren met 1/3. Dus de axiale snelheid van je boorbeweging, die moet je met 1/3 terugnemen, totdat die met de kop volledig in het materiaal is. En dan kan je weer de normale voeding toepassen. Daarnaast hebben we nog een andere situatie. Als de hoek groter is dan 5 graden, dan kan er niet geboord worden. Maar als je op de plek waar geboord moet worden een stukje plat wegvreest, zodat ongeveer op de diameter van de boor, dan kan je op deze manier nog met een Hydra-boor op een schuin vlak gaan boren. Punt 8. Controleer altijd of de hardlijnen uitgeleid zijn bij een draaibank. Je hebt dan 2 manieren op een draaibank wat kan werken. In dit geval is het een klauwplaat met een werkstuk erin. Dat draait en de boor staat in principe stil. Maar heb je bijvoorbeeld op een draaibank dat een aangedreven gereedschap is. En dus de boor wordt aangedreven en het werkstuk staat stil. Dan hebben we een andere situatie. Dan hoeven ze ook niet per se in 1 hardlijn te liggen. Maar in dit geval moet je hier binnen 2/100ste liggen. En dat heeft ook te maken met de rechtheid van die hardlijnen. Maar ook de afstand. Dus zorg ervoor dat die afstand zo klein mogelijk is. En dat je zoveel mogelijk in het hart van de draaibank boort. Dan iets bij het boren van een pilotgat, zoals we dat noemen. Een startgat. Ten eerste is het dan van belang dat je met een hele korte houder een pilotgat gaat boren. En dat kan met een korte zijn van 1, zeg maar 1,5 en de andere van 3,5 D. Maar zorg er dan wel voor dat je exact dezelfde boorkopdiameter toepast als wat je later gaat verder boren met een lange boor. Dan is de volgende stap natuurlijk het boren met een lange boor, een 12D of een 8D boor zou het kunnen zijn. Maar we laten een 12D boor het pilotgat ingaan met een maximaal toerental van 500 omwentelingen per minuut. We gaan dan naar beneden tot een boordiepte op 1 mm boven het voorgeboorde gat. Dus een beetje in de positie zoals die hier staat. De volgende stap is dan start als eerst de koelvloeistof. Verhoog de rotatiesnelheid, dus het toerental, tot het aanbevolen toerental. Wacht heel even totdat de boor op volle toeren is, dus pas een korte pauze toe. Start de boorvervoeding niet voordat de boor weer het aanbevolen toerental heeft bereikt. Boor daarna het gat zonder spaanbreekcyclus, wat ook wel pack cycle wordt genoemd, tot het benodigde gatdiepte. Ben je eenmaal op de juiste diepte van het gat gekomen? Trek dan de boor 1 aan 15 mm terug. Reduceer het toerental naar 500 omwentelingen per minuut. Gevolgd door een volledige terugtrekking met een normale voeding. Als de boor met een hogere spindersnelheid zou worden teruggetrokken, dan kan het oppervlak beschadigen. Of je kan uit tolerantie raken, wat dan geen goedkeur is, zeg maar. Hier nog een punt van aandacht wat betreft de gereedschaphouders. Daar kunnen we een heel lang technisch verhaal over houden. Maar ik denk dat ik even een paar punten laat zien. En zou het een keer echt een vraag worden, dan kunnen we altijd daar een keer een extra advies over geven of over doorpraten. Maar in ieder geval wat van belang is dat de rondop de keurigheid van zo'n houder, van zo'n boor belangrijk is.
Dus we moeten altijd uitgaan van de meest ideale situatie. Een weltonhouder geeft een nauwkeurigheid van 5 tot 18 mu. Die heeft geen spantangen, dus die neem je zo op. Dan heb je nog een spantanghouder van 10 tot 40 of een OZ-spantanghouder in dito. Dan heb je een mechanische krachthouder. Die heeft dus zonder spantang een rondom nauwkeurigheid van 5 tot 12 mu. En met spantanghouder, spantang 10 tot 25. Nou, dan hebben we nog de hydraulische spanhouder en de krimphouder. Je ziet inderdaad ook nog wat gegevens over wie de hoogste spankracht kan genereren. Het maximum draaimoment wat daarvoor nodig is natuurlijk. De balanceerkwaliteit ervan. Dan zie je inderdaad ook dat hier zitten dus het zijn geen waardes, maar het zijn nieuwe vergelijkingszaken. Dat is eigenlijk een beetje wat ik even wil laten zien zonder daar heel veel tijd aan te besteden. Het is wel heel belangrijk, dus ga uit van een houder met een hele hoge nauwkeurigheid. En daarnaast een hoge spankracht en een rondop nauwkeurigheid. En een hoge rondop nauwkeurigheid gaat ook altijd weer hand in hand samen met de standtijd van het gereedschap. Nu we daar zijn aangekomen, standtijd van het gereedschap, wanneer moet je een boorkop verwisselen? Er zijn een aantal makkelijke punten voor. Bijvoorbeeld, als je begint met de boor te boren, met een nieuwe boorkop, een nieuwe hardmetaal boorkop, kijk dan op je programmering wat het vermogen is van de machine, op welke vermogen die kan draaien. En houd het goed in de gaten aan de meters die er zijn. Kom je op een gegeven moment bij een verhoogde vermogen van 20-25%, dan is het tijd om even naar de boorkant te kijken. Want de flankenslijtage, de VB max, moet liggen ongeveer tussen de 2/10 en de 3/10. Eigenlijk theoretisch tussen de 3/10 en de 4/10, maar je moet een beetje marge houden. Maar dat kan je niet altijd meten, maar je kan natuurlijk wel het vermogen van de machine meten, wat de boorproces trekt. Daarnaast zijn er andere indicatoren, zoals inderdaad als de oppervlaktekwaliteit afneemt, als de diameter van het geboorde gat buiten de tolerantie valt, het ontstaan van de bramen aan de in- en uitgang van het gat, en daarnaast wanneer het geluid van het boren drastisch verhoogt. Nou ja, je moet in ieder geval ook goede oren hebben daarvoor. Maar in ieder geval, dit is misschien wel de meest interessante en makkelijk te bekijken manier om of te kijken hoe de standheid van de boor is. Dus controleren is belangrijk. Ja, dan is natuurlijk de vraag van waar kan je bijvoorbeeld dit soort boren heel goed inzetten? Nou, dan wil ik wel beginnen bij misschien wel een van de duidelijkste plekken, pijplaten. Dus van warmtewisselaars zoals ze hier liggen, de pijplaten waar de koelvoerstoffen doorheen gaan en de verhitting wat plaatsvindt. Daar gaan duizenden gaten in, vaak met een diameter van 22 of 24 mm, dat zijn standaardmaten. Ja, je hebt nog grote de apparatenbouw, je hebt de CNC-machinefabrieken. Maar natuurlijk, daar hebben we best wel heel veel ervaring ook mee. Zo ook natuurlijk ook met de warmtewisselaarplaten. Zowel met korte als met diepe gaten, het zijn enorm productieve boren, de Hydradrill. Die met een hoge voeding en nauwkeurigheid. En met gebruikersgemak vele, vele gaten kan boren. We hebben natuurlijk gewoon de staalleveranciers, die ook gaten moeten boren, ook wel in platen natuurlijk, niet alleen in de balken. En natuurlijk ook heel belangrijk de CNC-boorzaagmachines. Er zijn een aantal bekende merken van, Fitchip is er natuurlijk eentje van, Kaltenbach zie je wat minder, Fortman is ook wel een bekende. Maar wat het van belang is altijd, zijn de uitsteeklengtes. Hoe korter en stabieler ze zijn, hoe nauwkeuriger ze kunnen boren. U bent aan het eind gekomen van dit webinar. We hopen dat u er wat aan gehad hebt en staan open voor feedback. Smaakt het naar meer, dan verwijzen we u graag naar het YouTube-kanaal van Dormen Pramet. Voor vragen en of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen. Of met een van de eerder getoonde collega's via mail, telefoon of via de site. Nogmaals hartelijk dank voor uw belangstelling en we wensen u veel succes met uw werkzaamheden.